Dibs busritje. Hoi, Dib. Waar ga je vandaag naartoe? Oh, ik zie het al. Je brengt Richie naar de schaakclub. Huh? Dit is niet de halte van Richie's schaakclub. Waarom stop je midden op straat, Pip? Oh, ik zie het al. Er staat een file. Al het verkeer staat helemaal vast. Richie is bang dat hij te laat bij de schaakclub aankomt. Maak je geen zorgen, Richie. Wij gaan uitzoeken waarom het verkeer vaststaat. Hoe zou dat komen? Het komt door iets wat geel is. Banaantje! Volgens mij is het geen banaantje, Toto. Oh, kijk, daar is Moe. Zij staat ook in de file. Maak je niet druk, we gaan zo weer rijden. Hoi, Olet. Wat een file, hè? Dus daarom staat er zo'n lange file. Het komt door Hoopa's bulldozer. Hij is in slaap gevallen achter het stuur en rijdt niet meer verder. Hoopa! Hey Hoopa! Tijd om wakker te worden! Pip zoekt iets om Hoopa wakker te maken, zodat hij zijn bulldozer kan verplaatsen. Helpen jullie Pip te beslissen hoe hij Hoopa het beste wakker kan maken? Oké. Wat in de bus kunnen we gebruiken om Hoopa wakker te maken? Zullen we de koplampen aandoen? Of de ruitenwissers? Of de toeter van de bus? Of de radio? Oké, waarmee kunnen we Hoopa het beste wakker maken? Met de koplampen, de ruitenwissers, met de toeter of met de radio? Toeter. Precies, met de toeter. Daar gaat hij. Ik tel tot drie en dan roepen we toet toet. Kunnen jullie dat? 1, 2, 3. Toeter. Hoi daar, Hoopa. Je blokkeert de weg met je bulldozer. Kun je hem verplaatsen? Oh, bedankt, Hoopa. Hoera! De weg is weer helemaal vrij. Rijden maar, Pip. Goed gedaan, Pip. Richie is nog op tijd voor de schaakclub. De uitvindingen van Hoopa. Hallo daar, Hoopa. Je ziet er slaperig uit. Misschien moet je even een dutje gaan doen. Wakker worden, Hoopa. Moe heeft je hulp nodig. Moe wil dat haar tractor snel gemaakt wordt, zodat ze vandaag naar de boerenmarkt kan gaan. En daar heb je Olet. Zij wil dat haar zijspiegel snel gemaakt wordt voor het geval ze naar een noodgeval moet. En Pip wil dat zijn kart in perfecte staat is, want hij moet vanmiddag racen. Oh, Hoopa. Al die klusjes hebben haast. Maar je bent te moe om snel te werken. Hoe krijg je dat allemaal op tijd klaar? Wat jij nodig hebt, is iemand die je helpt bij al die klusjes. Yay! Hey, volgens mij heeft Hoopa een idee. Wat is dat, Hoopa? Heb je iets uitgevonden dat je kan helpen bij al dat werk? Wauw, dat ziet er super uit, Hoopa. Je hebt je eigen hulprobot ontworpen. Wauw! Zullen we naar jouw schroothoop gaan om te kijken of daar onderdelen zijn waarmee je je robot kan maken? Hoopa, heb je hulp nodig bij het vinden van alle onderdelen? Maak je geen zorgen, Hoopa. Het is Dr. Panda Toto-tijd. Ja. Kunnen jullie Hoopa helpen om onderdelen te vinden voor zijn robot? Super. We gaan aan de slag. Oké, even kijken. Als eerste hebben we iets nodig voor zijn hoofd.
Het lijkt een beetje op een driehoek. Zien jullie het juiste voorwerp? Dat is perfect, Hoopa. Nu zoeken we het volgende onderdeel van de robot. Oké, even kijken of we ergens die ronde vorm kunnen vinden. Ja, gevonden. Goed gedaan. Nu zoeken we nog één onderdeel. En dan kan Hoopa de robot gaan bouwen. Oké, allemaal. We zijn op zoek naar het laatste onderdeel. Het lijkt op een rechthoek. Ja, gevonden. Nu heeft Hoopa alles wat hij nodig heeft om zijn hulprobot te maken. Oeh, voorzichtig Hoopa. Hoopa klaar? Bouwen maar! Hoopa, moet jij niet werken? Hey! Wauw, Hoopa. Goed gedaan. Slaap lekker, Hoopa. Oh, arme Hoopa. Bips busritje. Hoi, Bip. Waar ga je vandaag naartoe? Oh, ik zie het al. Je brengt Olette naar haar basketbalwedstrijd. Dus je rijdt naar het basketbalveld in het Pandastad Park. Wow! Wat is er aan de hand, Pip? Zijn we er al? Oh nee! Verderop zijn ze aan de weg aan het werken. Op deze manier komen we niet bij het park. Goed idee, Pip. Je probeert een nieuwe route te vinden. Even kijken. De bus is hier. En het Pandastad Park is daar. We kunnen niet door de straat die rechtdoor gaat. Dus moeten we op een andere manier naar het park. Kijk, Pip. De kaart laat je een nieuwe route zien. Zo te zien moet je eerst over de brug. Oké, helpen jullie Pip met de nieuwe route? Goed. Moeten we naar links of naar rechts om over de brug te gaan? Ja, klopt als een bus. We moeten naar rechts. Alweer een kruising. Zullen we op de kaart kijken om te zien welke kant we op moeten? Aha, zo te zien moeten we nu langs de vuurtoren van Pandastad Strand rijden. Moeten we dan naar links of naar rechts om langs de vuurtoren te rijden? Ja, dat klopt. We moeten links afslaan. Oh, volgens de kaart moeten we nu het spoor oversteken. Goed, moeten we nu naar links, naar rechts of rechtdoor om het spoor over te steken? Heel goed. We moeten rechtdoor rijden. Oh, wacht even. Er komt een trein aan. We moeten wachten tot die voorbij is. Zullen we zwaaien naar de passagiers? Haha, hallo. Rijden maar, Bip. We zijn er bijna. We moeten alleen nog door de tunnel en dan zijn we bij het park. Daar gaan we. Wauw, wat is het donker zeg. Je kunt beter je licht aandoen, Bip. Ja, goed gedaan, Bip. Olette is op tijd bij het park voor haar wedstrijd. Olette, ben je niet iets vergeten? Je was je basketbal vergeten. Olette schiet te hulp. Hallo daar, Leo. Hey. Het is een prachtige dag om te wandelen, vind je ook niet? Mm-hmm. Oh. Huh? Neem je foto's van de wolken, Leo? Mm-hmm. Oh. Wauw, een adelaar. Wat prachtig. Kijk hem eens vliegen. Vliegen. Ik snap waarom je dat wil fotograferen, Leo. Hij is prachtig. Daar is hij, Leo. Maak er een mooie foto van. Oh.
Leo, kijk je wel goed uit waar je loopt? Leo? Oh nee, Leo! Hou je goed vast! Bel Olet en vraag of ze je komt redden. Olet haalt je wel van die berg af. Snel, Olet! Je moet Leo helpen. Hij zit vast, bovenop een berg. Welke ga je gebruiken om Leo te redden? Maak je geen zorgen, Olet. Het is Dr. Panda Toto-tijd. Ja. Wij gaan je wel helpen met kiezen. Helpen jullie mee om Olet te kiezen wat er nodig is om Leo te redden? Super! Laten we iets kiezen. Oké, eens even kijken. Moet Olet de fiets kiezen? Of moet ze de ambulance kiezen? Oei, oei, oei! Of misschien de helikopter. Oké, allemaal. Moet Olet de fiets, de ambulance of de helikopter kiezen? Ja, goed gekozen. Olet moet de helikopter nemen om Leo veilig van de berg te halen. Wauw, jij kunt goed vliegen, Olet. Yay, vliegen! Daar is Olet al, om je te redden, Leo. Wauw, dat is een hele coole foto, Leo. Goed gedaan, Olet. Je hebt Leo van de berg afgeholpen. En nu heeft hij bovendien een hele mooie foto van de adelaar. Wauw. De uitvindingen van Hoopa. Hallo daar, Hoopa. Vandaag verhuis je wat spullen voor Leo, toch? Het is een prachtige dag voor een ritje. Oh. Oh nee, Hoopa. Je band is lek. Je zult een andere manier moeten verzinnen om de spullen van Leo naar zijn huisje te brengen. Je kunt de auto niet verplaatsen, Hoopa. Die is veel te zwaar. Wauw! Je hebt de auto in een vliegmachine veranderd. Super, Hoopa. Laat maar zien hoe die vliegt. Naar Leo's huisje vliegen wordt vast heel erg leuk. Ah, wat een prachtig uitzicht. Hoopa? Hoopa! Je moet hoger vliegen, anders kom je niet over die boom heen. Het lijkt erop dat je vliegmachine niet hoger kan. Maak je geen zorgen, het is Dr. Panda Toto-tijd. We hoeven alleen maar iets uit te kiezen om uit de machine te gooien, zodat die lichter wordt. Hoopa moet het zwaarste voorwerp eruit gooien, zodat de machine lichter wordt en hoger kan vliegen. Kunnen jullie Hoopa vertellen welk voorwerp het zwaarste is? Oké, goed. Daar gaat-ie. Is de emmer het zwaarste voorwerp? Of het rubberen eendje? Of het anker? Ja, dat is het. Hoopa moet het anker eruit gooien om zijn vliegmachine lichter te maken. Opschieten, Hoopa! Oh, daar is Leo! Je bent er, Hoopa! Je moet nu alleen nog je machine veilig aan de grond zetten. Oh-oh, dat klinkt als motorpech.
Dat ging maar net goed, Hoepa. Maar het is je gelukt. Je hebt alle spullen van Leo veilig naar zijn huisje gebracht. Hey! Of op zijn huisje. Zo te zien eten jullie een lichte maaltijd, jongens. Hebben jullie alles van het dak kunnen krijgen? Nee? Ah, de vogeltjes hebben nu een eigen bad. Super! Bips busritje. Hoi, Bip. En? Waar ga je nu stoppen? Bip? Bip? Misschien is een koptelefoon dragen terwijl je rijdt niet zo'n goed idee. Oh, pas op, Bip. Het stoplicht staat op rood. Bip, stop! Oh, precies op tijd. Je reed bijna door het rode licht. Zullen we de verkeersregels maar even doornemen, Bip? Oké, laten we naar de kleuren van het stoplicht kijken en bespreken wat ze betekenen. Als het licht groen is, dan mag je doorrijden. Groen. Gaan. Brrr. Als het licht op oranje staat, betekent dat opletten. Het licht springt zo op rood. Oranje. Staat het licht op rood? Dat betekent dat je moet stoppen. Rood. Stop. Precies, Toto. Helpen jullie Bip onthouden wat de kleuren van het stoplicht betekenen? Let op de stoplichten en roep dan samen met mij... Stop als het licht rood is. Opletten als het licht oranje is. En is het licht groen? Dan roepen we... Rijden! Precies! Doorrijden! Dus, welke kleur heeft dit stoplicht nu? Groen! Groen! Inderdaad, het staat op groen. En groen betekent... Doorrijden! Oké, allemaal. Als je een stoplicht ziet, kijk dan welke kleur het heeft en roep dan stop, opletten of doorrijden. Goed, welke kleur heeft dit stoplicht? Rood. Dat klopt, rood. En rood betekent stop. Stop. Goed gedaan, Bip. Wow, wat was dat? Oh nee, Ziggy. Je stopte niet voor het rode licht. Je botste bijna op Moe en haar kippen. Weet je dan niet dat een rood licht wil zeggen... Stop! Oké, Bip. Het stoplicht staat weer op groen. Je kunt verder rijden. Laten we kijken of er nog meer stoplichten zijn. Daar is er één. Welke kleur heeft dit stoplicht? Oranje! Heel goed! Het is oranje. En dat betekent... Opletten! Goed zo, Bip. Net op tijd gestopt voor de zebra. We zagen je bijna niet, meneer zebra. Super! Nu weet je precies wat alle kleuren van het stoplicht betekenen. Bips busritje. Hoi, Hoepa. Hoi, Olet. Wachten jullie tot de bus van Bip eraan komt? Oh, wat is er, Olet? Is de bus te laat? Waar zou Bip kunnen zijn? Bip! Bip! Wakker worden! Was je vergeten dat jij de bus moet besturen vandaag? Nou, dan zou ik maar voortmaken. Je passagiers staan te wachten. Daar komt de bus aan, jongens. De bus van Bip heeft ruimte voor 8 mensen. Help jij Bip meetellen hoeveel passagiers hij heeft? Daar gaan we. Hoepa zit in de bus. Dat is 1. En Olet is nummer 2. Dus Bip heeft nu 2 passagiers. Oké, naar de volgende halte, Bip. Hier staan nog wat passagiers op de bus te wachten. Laten we Bips passagiers blijven tellen. Nu zijn het er 3, 4, 5 en daar is nummer 6. Er zitten nu dus 6 passagiers in de bus van Bip. Eerst zaten er 2 passagiers in de bus.
Toen kwamen er 4 passagiers bij. En als je 2 en 4 bij elkaar optelt, dan is dat 6. Ga maar weer rijden, Bip. Bij deze halte staat niemand te wachten om in te stappen. Maar misschien stapt er iemand uit. Aha, dit is de halte van Hoopa. Hij gaat naar zijn werk. Oké, allemaal. Zullen we tellen hoeveel passagiers er nog zijn nu Hoopa is uitgestapt? Er zaten 6 passagiers in de bus, maar eentje is er uitgestapt. Weten jullie hoeveel er nu nog in de bus zitten? Ja, precies. 5. Er zitten nog 5 passagiers in de bus. Goed gedaan. Naar de volgende halte, Bip. Daar is Moe met haar kippen. Hoi, Moe. Gaan jullie met de bus naar de boerenmarkt? Oh, Bip. Er is een probleempje. Er zijn te weinig stoelen voor iedereen. Er is maar ruimte voor 8 passagiers. Ah, volgens mij heeft Bip een idee. Super! Nu kan Moe naar de boerenmarkt en al haar kippen ook. Hoopa's garage. Hallo daar, Hoopa. Wat heb je daar? Oh, ik zie het al. Bip heeft getekend hoe hij wil dat zijn racekar eruit gaat zien. Oké, dan kunnen we beter wat verf gaan pakken. Even kijken welke kleuren we nodig hebben. Eerst hebben we gele verf nodig. Daar staat het. En we zoeken ook naar de kleur paars. Wat is er, Hoopa? Heb je geen paarse verf? Geen probleem, Hoopa. We kunnen zelf paarse verf maken. Jazeker, we kunnen een nieuwe kleur maken door 2 andere kleuren te mengen. We nemen de kleur rood. En welke kleur zullen we mengen met rood om de kleur paars te maken? De kleur... blauw. Goed, meng ze maar door elkaar. Voorzichtig, Hoopa. Niet morsen. Kijk eens aan. Door rood te mengen met blauw krijg je de kleur paars. Goed gedaan. Oké, welke kleur hebben we nog meer nodig voor de racekart van Bip? Oh, ik zie het al. We hebben ook de kleur oranje nodig. Is er geen oranje verf? Dat geeft niet. Die maken we gewoon. Eerst nemen we wat gele verf. En dan, om oranje te maken, hebben we nog een kleur nodig. Weten jullie welke kleur dat is? Die kleur is... eens even kijken. Rood! En meng hem maar. Inderdaad, als je geel met rood mengt, krijg je de kleur oranje. Nu hebben we alle kleuren die we nodig hebben voor de racekaart van Bip. Wauw, moet je zien. Dat heb je heel mooi geverfd, Hoopa. Bip vindt zijn nieuwe kart geweldig, Hoopa. Goed gedaan. Moe gaat op vakantie. Daar is Moe. Ze is door de beveiliging heen en nu kan ze aan boord van het vliegtuig gaan. Maar eerst moet ze naar de juiste gate. Wat is je gate-nummer, Moe? Mooi. De vlucht naar Bananeneiland vertrekt vanaf gate nummer 10. Maar hoe laat stijgt het vliegtuig op? Oh, je vlucht vertrekt al over 5 minuten. Je moet erheen voordat de gate dicht gaat, Moe. Hé, daar is Hoopa. Hij kan je naar de gate rijden. Opschieten, Hoopa. Moe moet zo snel mogelijk naar gate nummer 10. Daar gaan we. Kunnen jullie de juiste gate vinden voor Moe? Laten we de gate nummer stellen. 1, 2, 3, 4. Huh? Is dit gate nummer 10? Dit is gate nummer 10 niet. Dit is gate nummer 5. Doorrijden, Hoopa. Oké, we blijven de gate nummer stellen. 6, 7, 8.
Huh? Is dit gate nummer 10? Nee, dit is gate nummer 9, Woepa. Mau! Je moet doorrijden, anders mist Moe haar vlucht. Woepa? Hé, hey, Woepa! Je bent er voorbij gereden. We zijn er. Gate nummer 10. Phew, precies op tijd. Ja. Moe was niet de enige die op het nippertje aan boord van het vliegtuig was. Hoepa's bouwterrein. Daar is Hoepa. Hoi, Hoepa. Oh, zo te zien is het terrein waar de speeltuin komt een enorme puinhoop. Hoepa heeft iets nodig om het allemaal op te ruimen. Zullen we helpen zoeken? Wauw, dit kan Hoepa absoluut helpen. Maar Hoepa kan niet beslissen welke hij moet gebruiken. Kom mee, we gaan ze van dichtbij bekijken. Dit is een kraan. Ja, die zou handig kunnen zijn. En dit is een vorkheftruc. Die kan ook veel aan. En dit is een bulldozer. Wauw, cool hè? Helpen jullie Hoepa te kiezen welke machine het meest geschikt is? Een kraan? Een vorkheftruc? Of een bulldozer? De bulldozer? Perfect! Wauw, Hoepa is goed bezig. Goed gedaan, Hoepa. Nu kun je Toto's speeltuin gaan bouwen. Misschien gaat die muis je ook wel helpen. Hoepa's garage. Hallo daar, Hoepa. De nieuwe kart van Bip ziet er super uit, Hoepa. Ga je er een testritje mee maken? Hoepa, moet de kart niet vooruit gaan in plaats van naar beneden? Uh-oh, de banden zijn plat. Je zult ze moeten oppompen met lucht, Hoepa. Hoepa is op zoek naar iets waarmee hij de banden kan oppompen. Kun jij Hoepa helpen een apparaat te vinden waarmee hij de banden kan oppompen? Eens kijken wat Hoepa kan gebruiken. Een rietje. Een ventilator. Wow! Een pomp. Of een rubberen eendje. Goed. Welke van deze voorwerpen kan Hoepa gebruiken om de banden met lucht te vullen? Eendje. Nee, Toto. Niet het rubberen eendje. Ja, inderdaad. Het is de pomp. Vooruit, Hoepa. Pomp al die platte banden maar op. Goed bezig, Hoepa. Nu kun je er een testritje mee maken. Wauw. Kijk hem eens gaan.